Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de maxima van vandaag, die waren weer hoog, 10 tot 13 graden. Geen dagrecord in de beeld, de record stond op 14 graden. We zijn bij 12 graden uitgekomen, dus wat dat betreft een kleine meevallen, want van die dagrecords hebben we er al genoeg gehad. En het gaat geleidelijk kouder worden. De Europese weerkaart laat het nu al zien. We zien dat de winterkou zich in Scandinavië en het westen van Rusland bevindt. En als ik de boel in beweging zet, dan zie je dat de kou zich verder uitbreidt. Eerst richting de Oekraïne, later richting Roemenië en daarna ook richting Bulgarije en uiteindelijk Turkije en Griekenland. Maar let ook op Duitsland, ook daar zien we de vorst langzaam vanuit het oosten het land binnenkruipen. En vooral de nacht na donderdag breidt de, de nachtvorst zich uit. Bij ons nog hoge temperaturen steeds. Maar met de juiste wind, voor de winterliefhebbers, is dat een oostenwind, kan de kou ook bij ons komen. Dat gebeurt misschien dus na de jaarwisseling. Temperaturen gaan dan in ieder geval naar beneden. Maar volop in de winter lijken we niet te komen, want oceaanstoringen blijven ook onze kant op komen. En die twee die botsen bij ons uh, eigenlijk uh, tegen elkaar aan. Dat betekent dat we grote verschillen kunnen krijgen. In het begin van volgend jaar ook van tijd tot tijd neerslag. En dat kan dan regen zijn als we in de zachte kant zitten, of sneeuw als we ons aan de koude kant bevinden. Nou, dat alles zien we ook enigszins terug in deze kaart. Hierop zien we de bewolking en de neerslag. Nou, in eerste instantie komt er morgen wat hele lichte neerslag over het westen. En daarna zien we ten westen van Ierland dat het veel actiever regent. En dat regengebied dat staat voor donderdag op de planning. Dan trekt het langzaam van west naar oost over het land. We waren eerst bang voor een natte jaarwisseling, maar het lijkt erop dat dat langzamer verplaatsen toch net snel genoeg gaat en dat de jaarwisseling droog verloopt. Vanavond ook droge omstandigheden, opklaringen: 8 graden. En ook komende nacht opklaringen en dan minimaal tussen de 5 en de 10 graden. De wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten en er is verder eigenlijk weinig aan de hand. Dan komen we bij morgen overdag. In het westen, dus wat lichte regen of motregen, langzaam naar het oosten stelt allemaal weinig voor. In het oosten schijnt van tijd tot tijd de zon. en daar wordt het in de middag dan grotendeels bewolkt. en heel misschien valt daar nog een spatje. 9 à 10 graden wordt het morgen. nog niks van winterweer te bekennen. Donderdag, opnieuw een regengebied vanuit het westen. Dat bereikt zeker wel het oosten en verlaat dus in de avonduren ons land waarschijnlijk. Daardoor de jaarwisseling naar vrijdag droge omstandigheden. Heel misschien nog een lokaal buitje vrijdag overdag en temperaturen, nou ja, een fractie lager op 1 januari, 8 graden, terwijl we morgen nog 10 graden hebben. Maar kijken we verder vooruit, dan zien we toch dat de temperatuur duidelijk dipt, dat we vaker onder nul gaan komen. En uh, ja, dat betekent ook dat de kans op sneeuw toeneemt. Dat zien we in deze grafieken terug. Boven de kans op meer dan 0,3 centimeter en onder de kans op meer dan 3 centimeter. Nou, de kansen zijn allemaal nog niet heel hoog. Het geeft wel aan dat de atmosfeer kouder aan het worden is. Begin volgend jaar dus een licht wintersweertype. Je zou kunnen zeggen normale wintersomstandigheden. Want normaal 6 graden overdag en rond of iets onder het vriespunt in de nacht. En dat is wat we waarschijnlijk gaan krijgen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.